Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hashtag Nieuwsgierig Reeks. Vandaag still hebben we weer... going! Ja. We're still here, baby! Maar goed, we hebben weer een fucking leuke vraag. En dat is, kunnen wij nog steeds gratis fastfood regelen? Ja, want dat hebben we natuurlijk al een keer geprobeerd. En toen lukte die drive-thru... Ja. Lukt niet meer. Zeg maar zo door. Oh ja, tram vertrek. Goedendag. Hey, zit hier ook een Burger King in de buurt? Nee, dat weet je niet. Nee. Wat was dat? Ja, gozer, ze zaten daar over te overleggen. Oké. Met z'n twee. Die manager heeft ons vanaf het begin gevolgd. Ik ga dan niet nu. Yo, mag ik mijn bestelling die niet heb besteld? Sorry hoor, gozer. En dat zit ons nog steeds dwars, joh. Ja, ik slaap al maanden slecht sinds die aflevering. Dus wij weer terug aan de tekentafel. Ja. We hebben maanden hierover gedaan en we hebben weer twee nieuwe ideeën. Ja, en eentje is gewoon heel simpel. Je plaatst een bestelling en dan krijg je de bestelling, maar... Ze zijn iets vergeten. Ja. Dus we bestellen heel veel, we halen er wat maaltijden uit en dan gaan we terug en is van, hé, maar we missen van alles. Ja, het enige wat wij nu dan moeten doen is een fastfoodketen vinden. Nou, mocht die achter ons al aanwezig zijn, laten we de auto ingaan en laten we bestellen. Ja, goeiedag. Ik zou graag een Whopper-menu willen. Met kaas? Met kaas. Twister fries, cola, mayonaise. Nee, ik wil graag nog een long chicken. Een long chicken. Met normale frietjes. Normale frietjes. Drinken wil ik een colaatje zero, alsjeblieft. En ja. Doe nog maar een portie onion rings. Goeie. Eén keer chili cheese nuggets. Nee, dat was hem nog niet. Ik heb nog nooit in mijn leven een King Junior gehad. Een soort van de Happy Meal van de Burger King. Doe nog maar zo'n King Junior. Met zo'n leuk speeltje erin. Ja, met een cheeseburger. Fristie. Fristie alsjeblieft. Ja, ook nog iets erbij. Mag ik de cheesy bacon fries? Ja, dat was de laatste. Klaar. Met twee extra frietsaus. Mayonnaise. Dat was hem, ja. Dat was hem. Super, dankjewel hè. Ja. Ik heb nooit iemand zo blij gezien toen hij mocht pinnen. Heel graag. Wil ze pinnen? Ja! Is er ijs? Nou, dan had een fris moeten zijn. Cola, siro en normale. Dit is de onoplettendheid, hè, Martijn. Ja. Dankjewel. Ja, tuurlijk. Ja. Ah, kijk, krijgen we teamblad erbij? Nee, die niet. Die niet. Oké. Okay. Deze? Kindermenu. Kindermenuutje. Hartstikke bedankt, hè. En de tas vol met lekkers. Oh man, oh man, oh man. Wordt dit smullen, Joost? Dit wordt smullen. Ik hoop dat ze wat zijn vergeten. Ik ben oprecht naar sommige dingen gewoon benieuwd. Of het lekker is of niet. Zoals deze onion rings. Ja. Of die eigenlijk naar die... Die cheeseballetjes. Die jalapeno cheese. Oh, chicken wings. Nice. Ik neem het rietje. Ja? En die zijn ze dan vergeten. Maar maat, waarom zou je voor 37 euro bestellen en dan een vriendje erbij willen losselen? Ga dan minimaal voor het duurste wat ertussen zit. Dat is jouw Whopper. Moet ik de Whopper eten? Mhm. En de Whopper zijn ze vergeten. Nee, ik wilde die balletjes proberen, maar die hebben we niet. Die zijn ze oprecht vergeten. Ze zijn die oprecht vergeten, maat. Ze zijn oprecht het vergeten. Echt? Motherfuckers, we hadden toch van die cheese bolletjes met jalapeno. Ja, staan ze er wel op? Chili cheese. Ja. Ja, maat, die staat erop. Ha, we hebben ze. We hebben ze, zonder dat we het wilden. Ze zijn echt iets vergeten. Oké, dus nu willen we gewoon en die chili cheese hebben. Want daar hebben we ook gewoon echt voor betaald. En nog een Whopper. Toch? Hele Whopper. Dat ze dat dan nu per se nu moeten gaan vergeten. Dus twee dingetjes. Ja, ze zeggen zet hem in zijn achteruit en gas hem naar het loket. Oké, nou. Daar gaan we dan. Goedemiddag, welkom
Ja, goeiedag. We waren hier net. Alleen, we kwamen tot de conclusie dat er een Whopper en, hoe heet die dingen nou? Die chili cheese. En balletjes. Chili cheese balletjes misten. Zullen we je tweede naam doorrijden, meneer? Ja, ga ik doen. Hoi. Wij missen twee dingetjes. Een Whopper en een chili cheese ding. Wat wel gewoon betaald was. Sorry? Ja, nee, tuurlijk. Hey. Volgens mij gaat ze erin, man. Goed gedaan. Ik ben er doorheen van vreugde. Ik zie het. Ja. Je bent hier echt fucking blij mee, of niet? Whopper en chicken nuggets vier, ja? Ja, helemaal goed, man. Hey, gozer, het is gewoon gelukt, man. Fucking chill. Dat dit lukt. Even een conclusietje voor dit fantastische onderzoekje. Dit kan gewoon, dat dit werkt. Het is zo makkelijk. Ongelooflijk dat ze hier intrappen. Ja, ik ben zo blij. Ja, ook echt niet zien aankomen. Maar... ben je blij? Dat is de vraag. Ben je blij met je Whopper? Ik ben heel blij met mijn Whopper. Ja, toch? Oké, Martijn, deze truc werkt. Fucking briljant. 1 hele gratis Whopper hebben we hiermee verdiend. Ja. Maar er is nog een truc. En die is vrij oud. Ik heb hem ooit een keer gezien op televisie. En dat is wel pak een beetje ruim 8 of 9 jaar geleden. Maar de truc, ja, fucking lang geleden. En ik ben zo benieuwd of deze truc nog steeds werkt. Want de truc is... Ik heb 8 jaar overgedaan. Ja, ik zit al... 8 jaar in nieuwsgierigheid, zeg ik. Ik ben hem nooit vergeten. Ik ben hem nooit vergeten. Ik ben heel blij dat we dit... Net als Alphen aan de Rijn, ben ik ook nooit vergeten. Nee, precies. Nee, ik ben het gewoon nooit vergeten. Dan, Joost? Nee, de truc is vrij simpel. Maar het heeft wel een hele lange uitleg nodig. Hey, dus je rijdt naar het tweede raampje toe. Daar zeg je tegen de meneer bij wie je moet betalen. Deze gozer betaalt voor mij. Maar dat doe je tegenwoordig bij raampje 1, zou ik nu te denken. In ieder geval, bij een betaalraampje zeg je deze gozer achter mij, die betaalt voor mij. Maar goed, hij zal even zijn duimpje omhoog steken. Jij loopt naar die gozer toe. Dat heb je iets tevoren al gedaan, om je even goed uit te vogelen. Waterdicht plan dit. En dan zeg je, yo, ik ben bang dat mijn remlicht kapot is. Kan je even je duimpje omhoog steken als ik op mijn rem druk? Nou, jij drukt op je rem, hij doet zijn duimpje omhoog. Die gozer van dat raampje, waar je moet betalen, die ziet dat. Dus die denkt, hey, hij betaalt inderdaad voor hem. Jij neemt je bestelling aan. En dan komt diegene achter jou, die komt dan bij de kassa en die zegt, wil je dit afrekenen? Dan zeg je toch nee? Ja. Dat gaat hij ook niet afrekenen, toch? Maar dan moet jij nog je eten krijgen. Dan heb je gewoon gestolen van de fastfood. Nee, want nee. Je bent nog niet weg. Dit klopt helemaal niet. Nee, ben ik blij dat jij achter het stuur zit? Wat we moeten doen? Yes. Nee, je bent... Succes, hè? Nee, sorry. Je hebt gelijk. Dit werkt helemaal niet. Dit werkt helemaal niet. Laten we nog even één keer die video erbij pakken. Wacht, nee. Hoe het wel kan werken... is als jij bij het tweede raampje zegt van wat kom je doen? Oh, ik haal het eten van mijn maat op. Dat je bij hem hebt gezegd, hey, ik check eens bij mijn remlicht. Dat hij dan zo doet van ja, hij mag mijn maaltijd meenemen. Want dan is het al afgerekend. Dus je gaat er nu voorbij, je zegt van... Dit is inderdaad de juiste oplossing. Martijn, ik vind het zo mooi hoe jij zeg maar een situatie hebt. Er ontstaat een probleem en het zo gelijk weet te anticiperen. Ja, man. Niet normaal. Ga ervoor. We gaan ervoor. Go for it. Gratis KFC, jongen! Dus dit raampje gaan we nu voorbij. Tot stap 1, toch Joost? Ja, dit is stap 1. Je doet geen bestelling. Dat mag. Ja, nu sta je dus precies tussen 2 poortjes in. Niemand heeft het door. Oh ja, wacht. Ik moet nu dan even... Oh, wacht. Er zit iemand achter je. Nu moet ik even met mijn maat gaan praten. 2 seconden hoor. Vriend van mij zit achter. Ben je auto mag hier naar daar? Ja, zijn maatje komen. Sorry hoor, mevrouw? Maat, ze zijn in de stress. Wat dan? Ik weet het niet, maar zij snapt er helemaal geen fuck meer van. Mevrouw, mijn vriend, mijn maat, die daar. Kijk hoor.
Goed, dus steek een duimpje omhoog. Ik mag zijn bestelling overnemen. Oh, ja. Dus okay. Ik neem zijn bestelling. Ja, het is van hem dan. Super. Dankjewel. Is ze weg? Ja, zo snel mogelijk. Anders heeft hij het door. Gozer, gas gewoon. Geef het hier. Straks komt hij nog achter. Hier, start je auto. Ga, rij. Hij staat gestart. Ken je hem directe? Maar hij gaat niet naar de drive. Straks wordt hij gepakt. Dit is zo triest als je hiermee gepakt wordt. Okay, rij ook gewoon van het terrein af, alsjeblieft. Gewoon daarheen. Oké. Nou, wat hebben we gekregen? Pas op, lichters. Kom. Ja, we hebben hier een colaatje gekregen. Een zingerburger. Een kipburger. En wings. I love me some wings. Patatjes en... Oeh, nog wat erbij, ouwe. Nog een maiskolf. Is op zich een prima buit. Even voor je oplichten. Ja, het is wel gewoon echt keihard stelen. Het is fucking triest als je het hebt gedaan, gast. Dat is jouw idee. Jij hebt het gedaan. Ja. Dus je kan toch gewoon nadenken. Als iemand zegt spring van een brug, doe je het toch ook niet? Tenzij het voor de anti-bucketlist is, dan doe je het wel. Vind jij nou leuk als wij fastfoodketens oplichten? Vind jij het leuk? Vind jij het nou echt leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Leave a comment over wat jij van deze video vond.